Poep, poep, poep in de sloep. Had er iemand zomaar gepoept in de sloep? Ja, ik vind mijn lievelingspersonage is ook tot nu toe nog een monk, omdat die ook slim is en die zegt ook eigenlijk tegen Sala dat hij haar kracht eerder moet gebruiken in geval van nood dan gewoon bij haar tekening. Dus ik denk dat Monk iets zo slimmer is. Ik vind het wel grappig. Ik vind Sala wel grappig. En leuk dat ze goed kan tekenen. En ik vind het grappig, wat ik al zei, dat Monk dat boek schrijft en dat hij zo slim is en dat hij alles beter weet. Nou, vaak. Dus je vroeg ook wat ik van Monk vind, ouderlijk of wat jonger. Ertussenin. Iets ouder dan ik, zeg maar. Ik vond eigenlijk dat ik er wel op leek en ik vond het ook gewoon een leuk personage. Ik vond het ook een beetje spannend. Ik vond het tweede stuk ook. Ik vond het wel heel leuk. Maar ook, ja, ik vond het spannend omdat hij zo alles met die koker en zo. En ja, dat was even een beetje eng eigenlijk. Ja. Sloep, sloep, sloep in de poep. En heeft er iemand ook nog in gepiest? 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 Allemaal! Heeft er iemand ook nog in gepiest? 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 Poep, poep, poep. Er moet van me, ik vind dat er een vervolg moet komen, want ik vond het echt een heel mooi en leuk boek. Ik zou ook wel, ik weet niet of het er is, maar zo'n foto van dat ze in die zandstorm zitten. Want dat lijkt me heel cool en ik wil wel weten hoe dat eruit ziet. Want in mijn gedachten ziet het er misschien niet zo uit als in het boek. We verheugen ons erop en tot gauw.